Hoe werken mijn installaties voor verwarming, koeling en warm water? De verwarmingsinstallatie bestaat uit de warmtepomp, twee expansievaten en de verdeler voor de vloerverwarming. De warmtepomp maakt warm water voor verwarming, baden en douchen en alle warmwaterkranen. Het apparaat draait volautomatisch. U hoeft er dus niet aan te komen. Als de warmtepomp op storing staat, kleurt de ring, die normaal groen is, rood. Druk bij storing één keer op de knop. Er verschijnt dan een omschrijving van de storing op het display. Vaak is het drukniveau van het water dan te laag en moet de warmtepomp worden bijgevuld. In alle andere gevallen geldt, bij voorkeur niet aan de knop komen. U komt hiermee in het menu van de warmtepomp en kunt onbedoeld de instellingen veranderen, waardoor de warmtepomp niet meer optimaal functioneert. Als u de instelling in het menu toch zelf wijzigt, kan dit van invloed zijn op de garantie van uw installatie en uw eventuele energieprestatiegarantie. Warm tapwater voor bijvoorbeeld de douche en kranen wordt opgeslagen in het boilervat in de warmtepomp. Zodra het boilervat leeg is, heeft u tijdelijk geen warm tapwater. Op is dus ook echt op. Wees daarom zuinig met het verbruik van warm water. Het elektrisch element voor het maken van warm tapwater in uw warmtepomp is niet aangesloten. Zo voorkomen we ongewenst hoog energieverbruik. Rondom de warmtepomp zitten allerlei leidingen. De eerste maanden na ingebruikname van de warmtepomp kan zich lucht in deze leidingen verzamelen. U hoort uw installatie dan borrelen. Als dit het geval is, kunt u de ontluchtingskraantjes even kort opendraaien. Deze kraantjes zitten bovenop de installatie. Draai ze even open tot de lucht eruit is en draai ze weer dicht. Het borrelen is dan opgelost. Heeft uw woning een energieprestatiegarantie, dan zit er bovenop de warmtepomp ook een warmwaterflowmeter. Deze meet hoeveel warm water u verbruikt. Rondom de warmtepomp zitten diverse inregelkranen en afsluiters. Wij vragen u deze niet te bedienen. De expansievaten. Uw warmtepomp heeft twee expansievaten. Eén expansievat is voor de vloerverwarming. Dit vat is aangeduid met de sticker huis. Het andere expansievat is aangeduid met een sticker bron. Dit vat houdt de druk op de bronleidingen. Dat zijn de leidingen die vanuit de warmtepomp in uw tuin de bodem ingaan. Allebei de expansievaten hebben een eigen drukmeter. De waterdruk moet altijd tussen de 1 en 2 bar staan. De zwarte pijl geeft de druk aan. De rode pijl geeft de minimale druk aan. Staat de pijl in het groene venstertje, dan is de druk goed. Als een van de twee drukmeters onder de 1 bar komt, dan loopt u het risico dat de installatie op storing valt. Komt de drukmeter van het expansievat bron onder de 1 bar, bel dan uw servicebedrijf. U kunt dit deel van het systeem namelijk niet zelf bijvullen. Komt de drukmeter van het expansievat huis onder de 1 bar, dan kunt u zelf water bijvullen. Komt dit regelmatig voor, dan moet u dit doorgeven aan het servicebedrijf. Zij komen de installatie dan nakijken. Hoe vult u de warmtepomp bij? Hiervoor heeft u een vulslang nodig. Sluit deze aan op de koudwaterkraan. Let op, draai de slang goed vast. Laat de slang eerst even vollopen met water door het in een emmer te laten lopen. Zet de kraan weer dicht en sluit de vulslang aan op het vulpunt van het systeem. Ook nu weer even opletten dat u hem goed vastdraait. Draai nu de onderste kraan open en draai daarna de kraan van het vulpunt rustig open. Kijk op de drukmeter van het expansievat huis tot deze rond de 2 bar komt. Draai dan de twee kraantjes weer dicht. Haal de slang boven los en laat deze leeglopen in de emmer. Haal de vulslang er na gebruik altijd weer vanaf. Zo voorkomt u dat de slang onder druk komt en knapt.
De verdeler voor de vloerverwarming. De verdeler voor de vloerverwarming bestaat uit meerdere leidingen die naar verschillende ruimtes in uw huis gaan. De slaapkamers en badkamer hebben een zogenaamde naregeling. Dat is een soort thermostaatje. Deze naregelingen sturen de elektrische kranen op de verdeler van de vloerverwarming aan. Maak daarom nooit een metalen omkasting om de verdeler, aangezien deze dan niet meer kan communiceren met de naregelingen in de slaapkamers en badkamer. In de eerste weken na de oplevering kan het voorkomen dat leidingen die uit de verdeler komen nog vochtig zijn. Controleer dit de eerste weken regelmatig. Zijn de leidingen een maand na de oplevering nog steeds vochtig? Bel dan uw servicebedrijf.